Dit is niet van de Master Chief Collection. Nope, 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 nope. Dit is gewoon de RTS-serie van Halo. En het is een het is van Creative Assembly. Plaats verkozen om zich niet te laten leiden door Boris en goed je eigen mening verkondigen. Nou, dankjewel, kansloze. Micro, what's up? Ik heb weinig redenen om voor een Xbox te gaan, ook al vind ik de Series X echt een heel sick ding, echt een heel sick apparaat. Ik heb een PC, man. Ja, en ik wil Halo Infinite spelen. Die kan ik op PC spelen. Ik wil Forza Motorsport 8 spelen. Kan ik op PC spelen. Dus daar schiet Microsoft zichzelf een beetje in de voet. Maar dat kan nog allemaal veranderen. Want om heel eerlijk te zijn, als ik Halo Infinite heb en stel dat het is een soort van open wereld game, een Destiny-achtige vibe, waarbij met meerdere spelers in één open wereld zit. En voor één vaste prijs kan ik hem en op mijn console spelen, die op de tv staat aangesloten. En ik kan hem op mijn pc spelen, die hier in mijn streaming studio staat. En drie, ik kan hem overal ter wereld spelen waar ik maar wil via Project X Cloud. Dan is dat een hell of a deal hoor. En ik heb het gevoel dat veel mensen dat onderschatten. En weet je, ik heb love voor Xbox, ik heb love voor PlayStation. Maar tuurlijk, content is koning. En exclusieve games is where it's at. Maar Microsoft heeft niet voor niks 15 studios aangekocht. En als ik die package overal mee zou kunnen nemen, nou, dan zie ik mezelf best nog wel een Xbox Series X kopen. Dein kanaal had mijn Deutsch unermesslich getestet. Ik heb geen Ahnung, wat ze meint. We zullen gewoon in de game duiken, jongens. We zullen gewoon in de game duiken. Of willen we nog iets kwijt over de Xbox One X? Kan ook gewoon. Kan ook gewoon. Ik krijg nu zin in curryworst. Worst. Hoe is jouw Duits dan, Marvelous Kenzie? Hoe is jouw Deutsch? Mijn scherm staat de hele tijd scheef, heb ik het idee. Dan gaat Xbox toch meer de kant van Stadia op? Nee, onder andere. Ik bedoel, want ze hebben nog steeds een console. Ze hebben nog steeds games op de PC. En je kan hem ook op je telefoon, tablet en MacBook spelen. Whatever the fuck je wil. Via streaming. En als dat allemaal gecombineerd is, bewijs van voor een bedrag van 15 euro per maand. Ja, zou ik dat zeker doen. En dan hebben ze ook nog Game Pass. Verstaan is bij mij redelijk, maar spreken totaal niet. Ja, verstaan is beter dan spreken, inderdaad. Maar wat hij hier zei, dein kanaal had mijn Deutsche unermesslich getestet. Ik heb er geen Ahnung. Ik heb geen idee wat dat betekent. Ja, het everywhere gevoel, ja, zeker weten. Maar, hoe heet het? Google Stadia. Ja, what the fuck is er daarmee aan de hand, man? Dat lijkt wel alsof die shit gewoon stilstaat. En dat ze er echt helemaal niks mee doen. Dat is weird, toch? Ah ja, whatever. We zien het allemaal wel. Nieuw game. Halo Wars 2. Operation Spearbreaker. Oh, die moet ik kopen. Die moet ik kopen. Jezus. Odyssey warning. Are you sure you want to start a new game? The existing Odyssey may be overridden. Yep. Let's do it, man. Ik speel nooit RTS's. Dus we gaan gewoon op normal spelen. En dan zien we hoe ver we komen. Dat hebben we ook bestimmt. UNSC Spirit of Fire, lost with all hands. Captain, wake up. Something has happened. The Spirit of Fire is in a situation I could not anticipate. I'm certain Professor Anders would enjoy that little admission. So let's keep it between us, shall we? We've been adrift for just over 28 years. I've made quite a few repairs while you were sleeping. So ship systems are 100%. Cryo worked well, and med stats on all remaining crew are green. As for me, well, regulations are clear about final dispensation at the end of an AI's 7-year lifespan. I took care of my own arrangements rather than wake you.
didn't want to... Well, I hope you can forgive this final breach of protocol. It was a pleasure and an honor to serve with you, sir. Do look after everyone for me, would you? Goodbye, Captain. Serena out. Nee, maar dat is heel lang geleden, pa. Dat is echt heel lang geleden. Maar we gaan het zien. Misschien ben ik het niet verleerd. En dit is Halo en geen Command & Conquer. Dus we zien het allemaal wel. Nog steeds aan de 0.0, jongens. I'll need to get down there. Immediately, of course. Good morning to you too, Professor. I'm sorry, Captain. It's good to see you too. But just look at it. What is it? And where are we? No idea. Our astronavigation system can't pinpoint a location. We're not on the map anymore. We didn't drift out of the galaxy in 28 years, Professor. Since records show we arrived via slip space less than an hour ago. Our slip space drive is gone. However we got here, it wasn't us who initiated the trip. Something down there must have opened the portal from this end and pulled us in. Signal to my location, Lieutenant. Let's hear what they have to say. I'm sorry, I can't play it for you, sir. The message has an encryption scheme we haven't seen before. Hoe staat de game audio, jongens? Kan die wat harder of dat idee heb ik namelijk. Through on a UNSC frequency. This is good. When we left, the war wasn't going well. The signal means the UNSC is still fighting, or maybe we even won. What's the source of the transmission? We don't have the surface details yet, sir. Something down there is blocking our scans, and without Serena. But we do have a rough location. Should be simple enough to triangulate once we pick up the signal from the ground. Cutter to Jerome. Reporting, Captain. Prep Spartan Red Team and a small recon squad. Professor Anders will send you the coordinates. Find out who's sending that signal. Be on the ground within the hour. Travel light. Roger that, yeah. Recon only. 28 years, Professor. Let's see what kind of galaxy we woke up to. CGI-filmpjes zijn altijd insane. Sinds 343 het heeft overgenomen, zijn die CGI-filmpjes echt insane. De game draait in 4K, dus even kijken hoe die dat volhoudt met streamen en recorden tegelijkertijd. But I've narrowed it down to a small sector and our recon teams are investigating now. I've cleared up the scans a bit and it looks like there's a UNSC outpost or research station, but it's heavily damaged. It doesn't look good. Use red team to investigate and find the source of the signal. The Spirit of Fire recon teams are on the ground to meet with red team. Without Serena here, I'm Spirit of Fire actual. I'm approaching the drop zone with red team. Stand by for drop, red team. Looking forward to shaking off some cobwebs, sir. Feels good to have our feet back on real ground again, doesn't it, Alice? You saw this place in the drop down, Douglas. Nothing real about it. Alice is right. We don't know what's waiting for us down there. Keep your eyes out for trouble. On the move! Hier zijn de locaties dan. The recon teams are up ahead. Let's move out. Hij wil niet verder. Oké. Okay. We zien het wel. Moving to position. Ja, dat is mijn eerste keer, man. Yo, Mima, goeie avond. Alles lekker, man.
Recon 1 reporting, sir. We set up charges to clear a path for you when you're ready. I don't know what they were defending against, but there's some heavy-duty barricades here. Everybody get clear! Light up those charges, Alice. Two, ready to go. It won't be a problem. Enemy building neutralized! Maak je niet dik over die downvaults, man. Het zijn gewoon zure pruimen. De Force will be with you. Fucking shit, Hof City. Hey, Dannen. Goedenavond. Dankjewel voor je resub, jongen. Alles lekker. Even kijken, waarom kan ik niet naar de instellingen? Ik vind namelijk dat wanneer ik met de WASD beweeg, dat het echt veel te hard gaat. Mouse scrolling. Scroll speed. Nou, oké, whatever. Just show me the hostiles, sir. Almost too easy. Jerome, these aren't military defenses. No, these were made in a hurry. They must have been desperate. Why wouldn't they have defenses? They must have expected to be a target. Game ziet er nog best wel mooi uit, vind ik hoor. Hold on, jump up ahead. On the way. I missed this. On the way. Is it? Geen idee. Making my way. Spartan, moving out. I see plasma burns. Lots of them. Looks like Covenant. Covenant. Ja, maar mij gaat ook lekker dan hè. Maar gaat ook lekker, mag niet klagen. More plasma burns. They didn't leave much standing. Whoever it was, it looks like they're long gone. That's our way across. Let's get that bridge activated. On the way. Spartan, moving out. I'm there. What's a Nightingale doing here? Do we have wounded? Getting going. Okay, weird. Moving out. Moving to position. Making my way. It's one of our recon teams, sir. We found them like this when we arrived. Didn't see what hit them. Looks like we may see some action after all. Moving out. Ze zijn allemaal negatief, man. Ze zijn stelletje super aan, man. De zuurgraad is in ieder geval altijd vrij hoog. Ik weet niet waarom dat is. Dat is een beetje weird. Yes, sir. 7 minuten geleden weer een nieuwe reply, wat? Hoe zit het nou met de Niels? Die had beloofd dat als hij niet bij elke comment zou, of bij elke video zou commenten, dat hij 1000 piek zou doneren. Zou hij het doen, denk je? Heb ik het niet over onze Niels, hè? Niet Niels IVD. On the move. Dat is best insane. Moet gewoon betalen. Something strange about them. Odd. They look like they've been modified. And those machines attached to them aren't UNSC tech. Keep an eye out for any more of them. On my way. Henry Lamb Research Outpost. Spirit of Fire, we're outside. Base looks clear from out here. Let's see who's been calling. Spartans. Henry Lamb Research Facility. Spartans, thank God.
We have to get out of here. Identify. Isabel, UNSC Logistics, Ark Research Outpost. Isabel, where are the survivors? What's the strength of the Covenant force here? Covenant? No. Why would... Listen, you're in incredible danger. Oh, no. What was that? It's him. You're coming with us. Shit. Ik zei toch dat de CGI-filmpjes dik waren? Tartarus? This is Recon 1. You have multiple hostiles approaching your location. Nee, toch? We're leaving. Run, little demon. Command, this is Red Team. We have a Spartan casualty. Hunt them down. Immediate evac requested. Find out where they came from. Die serie is legendarisch, toch? Kansloos, hè? Douglas! Useful. It's the Red Legion. Danger close. On our location. Trailing north. Commence 5 seconds. Interesting plan! Understood. Archer missiles inbound. I thought that it was only brutes were. Get the fudge out of here. Oh, what's happening out there? Where are we going? We're getting you. Doorrijden, gewoon doorrijden, joh, gek. Then we're coming back for that fruit. I tried to warn you. You're lucky to be alive. Ain't no fudge out there. Heel slecht aan doen. Watch out! Over there! They're using the Ark's portals. Portals? Why is it always portals? Whoop! Now's not the time to make a stand. Controls to the bridge. Alice, now! On it! Make it quick! They're closing in! That's it! Move! I'll cover you! I'm gonna die. She's gone! Don't you believe it, Isabel. We're on board, pilot.
Let's go. We have a medical team standing by for Douglas, Jerome. I want a full report from you and that AI as soon as you get back to the Spirit of Fire. There we go. Alice is MIA. She'll stay silent down there until she has a good shot at getting back to us. Sir? Isabel, this is Captain Cutter. I know who you are. James Cutter. Captain of the Spirit of Fire. You're supposed to be lost with all hands. Not so lost, it seems. What happened down there? I need to know what we're up against. Isabel? Isabel, report. Sir. 5 months ago, the portal from the Ark to Earth shut down without warning. A month later, he arrived. He? The Brute. Their leader. His name... Atriox. Atriox. Can I get... During the war, the Covenant used his clan as expendable muscle. Told them dying in battle would speed their holy journey. 40 at a time, they carelessly sent them in. 40 to break the front lines. 40 to die for beliefs not their own. None ever returned. Until he did. And so battle by battle, war by war, 39 brothers at a time, Atriox was born. With every victory, his legend and his hatred of the Covenant grew. Eventually, both were impossible to conceal. They tried to banish him. And everything we know about the Covenant's 1,000-year history. Atriox was the first to defy the Covenant and survive. And his defiance inspired others. Een beetje op die Hulk Smash uit Age of Ultron. Ik wist niet dat Brutes hipsterbaarden konden hebben. Lijkt meer op de Hulk. Cutting a swath across the galaxy, growing in strength with each attack, gathering killers and mercenaries to his side. The Covenant had two targets in those years: humanity and Atriox. They almost got us, but Atriox, they never came close. The whole damn Covenant couldn't contain him at the height of their power. That's what you're up against. And all you've got is one old ship and half a crew to staff her? We need to run as far and as fast as we can. We are just one ship. And an old one at that. But here we are. 30 years past what anyone could ask of us. Our war is gone. The lives we had are gone. The worlds we knew have moved on. And now, all that we may have left,
for those standing beside us. And the duty that defines us, battle after battle, fighting side by side, together. Where you see half a crew, Isabel, I see family, courage, and a thousand heroes who swore to fight their way through hell before they'd ever, ever turn their backs and run. And where you see one old ship, I see home. And that is always worth fighting for. It's weird, toch? It's the hele Covenant. Kan Ajax niet stoppen. De hele Covenant kan Ajax niet stoppen. De complete mensheid verliest bijna van de Covenant. En nu gaan we met een half schip de oorlog met hem aan. Really, dude? Dit is toch een suicide mission? Dat is bullshit. Dat is bullshit. I appreciate a good rousing speech as much as the next AI, but Atriox has had months to set up his forces on the Ark. Even if we could find him, attacking him head-on would be suicide. That's why we have to fight smart by hitting Atriox's chain of command first. Isabel, you know the Banished and their operations here. Where do we start? Decimus. He's one of Atriox's chief lieutenants and the one who led the attack on my outpost. He oversees a Banished salvage operation near the outpost. We need to hit the Banished with a surprise attack to put them on their back foot, then move south and establish an HQ. Once we have a base, we can begin our attack on Decimus. Captain, Isabel said the portal her outpost was using to contact Earth closed without warning. Once we start this fight, we have no way of calling for help if we need it. That's what you'll be working on, Professor. I need you to find us a way to get word back home. In the meantime, it's up to us to hold the line here. Let's show them what the Spirit of Fire can do. Let's show them what the Spirit of Fire can do. Okay, lead the UNSC in an assault against Decimus' salvage operation. Hellbringer infantry are standing by to clear Banished defenses. Okay. Listen up, team. The Banished are dug in deep and dead set on controlling this installation, and we cannot allow that to happen. Strike one. Your job is to establish a forward base. Expect resistance. You heard the captain, strike one. Hit them hard, Marines. You ready, Jarhands? Keyboard cut. Moving to position. Feel the heart. Spirit of Fire actual. We have eyes on the Banished camp. Over. Easily. Roger that, Strike One. Take them out. We got a suppressive fire squadron. Little target. Ah, lekker. Lekker. Suppressive fire. It's been a long time coming. Let's remind them who we are. Camp is clear. Area secure. Jerome, the enemy has troops garrisoned up ahead. I'm dropping in support to help you clear them out. On the ground. Get yourself in order, Marines! Get yourself in order, Marines! I'm there. Heerlijk. De flora en fauna zien er best wel mooi uit. Under fire! Turn them out, Hellbringers! De flora dan. Het is niet echt veel fauna, maar... Waarom zijn er eigenlijk geen beesten op Halo? In de Halo Infinite trailer waren er wel beesten. Herten namelijk. Dat was ook hertenjaar ook namelijk. Kill it with fire! They'll wish they were never born! Kom op. En deze moeten we dan claimen volgens mij toch? That Forerunner tower up ahead is generating an incredible energy signature. If you can secure it, we might be able to tap into that power. Got it, Professor. Capture that power node, team.
healed up and ready Marines, to go. Marines, ready to serve. Die daarin. Give us something to burn. Got it in my sights. Wat op met Jelle, man. Ik ga sowieso Command & Conquer spelen, maar niet tegen Jelle. Dat gaat echt tegen niemand anders worden. Dat doe ik echt niet meer. We hadden zo'n vette setup gemaakt in de studio. Hij vernaait die shit zo erg. But now I can reconfigure them to supply our bases on the ground. Thanks, Professor. I'll keep an eye out for more. Now let's find a way to get across that canyon. You for a cookout, sir. Need something char grilled? It's a fine day for the barbecue. Bridge is up. Let's go. Your artillery. Jerome, the captain is deploying heavy forces across the target area. Keep an eye out for opportunities to coordinate fire. Thank you. Moving. We're up, Leathernecks. Leathernecks. Maar dat item gaat er sowieso nog komen. Ik denk dat tegen... Denk je dat Boris dat serieus zou kunnen spelen? Want hij houdt wel van RTS games. Ja, trouwens, ik kan het ook nog met skate speelt als. Spartan, moving out. Ik weet dat ik mijn ass gekick krijg tegen skate. Enemy infantry ahead. Hellbringers, you're up. Human! Ah, fuck. Te laat. Ik wilde snel die fucking garrison. The band has been collecting supplies. Spartan laser, die werkt wel goed hoor. Jerome engaging. Ah, hier worden ze ook veteran zoals in Command & Conquer zie je. Ja, je neemt risico bij Boris. Dus. Dat is wel wat manschappen verloren hier hoor. Strike 1. You're closing in on Decimus's salvage operation. So I'm sending in some warthogs to help you scout ahead. All units delivered to DZ. Over. Jerome, it looks like some of your troops have taken damage. I've made the Spirit of Fire's restoration drones available, so you can call them in to help. Ik moet zeggen, deze game draait wel echt heel netjes in 4K 60 fps ultra. En dan kan ik ook nog tegelijkertijd streamen en recorden op één PC. Securing. I'm getting hit by enemy infantry. For duty. Sir, my troops are ready to go. Enemy neutralized. Take it, squad. I'm receiving fire from enemy ground troops. Lekker hoor. All right. I need a little exercise. On the run. Zij kunnen hier weer eruit. Eyes on me, Marines. Level 2 veteran in ieder geval. Yo Jurgen, goeie avond. Let's show them what we can do. Moet gewoon zo snel mogelijk die garrison. Decimus' salvage operation is just up ahead. Spirit incoming. Get ready. Move some troops into those empty garrisons, Jerome. Dat was al lang van plan, jongen. Units delivered and deployed. My ass is gone. The building cleared out. Take it. Hoorah! Dit gaat de goede kant op. Jerome, use your Hellbringer's flamethrowers to burn down that base. Watch out, team. Enemy reinforcements incoming. Pick a boss. The kin the ass is whooped! Receiving fire from ground troops! Niks te vrezen hier. Sure thing! And death! There's another dropship on its way! I'm under assault with enemy infantry! Let's kick ass! Kan je gewoon doorheen? Ja, kijk! Het zijn ook old school Command & Conquer techniques, man. Gewoon over ze heen rijden. Toch veel
veel damage nodig. Come on and meet me! Spirit of Fire Actual, we have destroyed the base. Als iemand Game Pass heeft, moeten we dit een keer de skirmish hebben. This is a good location to establish a base of our own. It's the heart of your operation. And once it's constructed, you can call in more structures to build an army. We got hostiles, team. Captain, I'm picking up a broadcast to local banished channels. Can you intercept Isabel? Routing to you now. Salvage teams, this is Decimus. Why have you ceased production? Explain yourselves. Sounds like we got his attention. We won't have long before he realizes what's happened. Isabel, keep intercepting those transmissions and sending them through. Jerome, get that base up and running. Already on it, sir. Dit ziet er wel dik uit, hoor. Doe dat, Kenzie. Dan wens ik je nog een hele fijne avond, jongen. Generals? Volgens mij heb ik Generals nooit gespeeld, man. Volgens mij is de laatste die ik heb gespeeld Tiberian Sun. Maar dat weet ik niet zeker. Supply pads will bring in a steady stream of supplies to help you build your army. Now, call in a generator so you can start producing power. You'll need power as well as supplies to build more specialized units. Now that we've got resources coming in, build a barracks to field advanced infantry squads. Infantry are your front line in battle, and one of your most adaptable units on the field. Marine. We rijden Monza. En Smash Rocket zit hier ook in de chat, Bacon. En je kan je even aanmelden bij Smash. En hij zet je dan op de reservebank. Want in principe zitten we vol. Maar het kan altijd voorkomen dat er gewoon een beetje vaak komt. Dan zetten mensen wel eens af. En we moeten namelijk ook nog even met Kiko gaan praten. Die is al twee keer geliefd. Thanks, Captain. It's about time we did some damage of our own. Captain, I'm detecting a significant energy buildup in orbit above our base. Plasma bombardment on the way. Take cover, Strike One. Hog is humming and raring to go. So crawled out of your hiding places for another battery. I thought we bloodied you enough last time. That was a taste of our power, humans. If you want more, I'll be waiting. We can't turn down an invitation like that. What's the damage? Ik had toen die Twilight Disc. Nothing our restoration drones can't repair. Viewbot count? Wat dan? We're lucky this time. That plasma beam came from the banished carrier ship, the one that attacked my outpost. The rest of Decimus's salvage operation is north of your position and marked on the map. Make him pay. He'll be happy to deliver us the last. Ik weet niet hoeveel. Ik denk dat het rond de 40 zijn of zo. Tanks are cracked up to 11, sir. Wat turrets neerzetten. Eén supply ding. Mag ik een setup erop gooien of is alles gelokt? Alles is gelokt. Er zijn geen tuning mogelijkheden. Je mag ook niet je auto hoger dan 100% zetten. Supply pad constructed. En er moet een groep 3 auto zijn. Dus dat zijn gewoon de GT3 klasses. Turret constructed. Supply pad dan toch, neem ik aan. Dat is het meest logische. Twee races van 35 rondes, oké. Okay. Nee, ook geen downforce aanpassen, niks. Helemaal niks, gewoon de standaard auto. That's it. Ja, nee. Het is gewoon basic. Hoe ga ik die bouwen? Deze 600 zijn of zo?
turret constructed. Fueled up and ready to go. Let's go! Sound off, Marines! My hog is ready for the full tour, sir. De volgende race game al gekozen. Nou, Assetto Corsa kan dus gewoon niet. Daar baal ik wel een beetje van. Assetto Corsa was natuurlijk wel een leuk geweest. Daan had een idee. Daan had een idee om misschien de GT Sport League voor te zetten. En dat rijden in twee klasses. Dus twee klasses van 12 racers. A-klasse, B-klasse. En gewoon op basis van het puntenklassement wat we nu hebben. Bepalen wie er in A en B zitten. En wie al mee hebben gedaan met seizoen 1. Die hebben natuurlijk voorrang. Yo, Rokus. Alles goed, jongen. Ga je er weer vandoor? Was je aan het lukken? Of wat bedoel je? Oh, shit. Het sport is wel vrije kader vergeleken met PC. Turret constructed. 2019 is toch verre van de simulatie. Ik bedoel, ik vind het een coole game, daar niet van. Deze gasten laat ik gewoon die kant oplopen. En dan die nieuwe. Laat ik hier allemaal gewoon Garrison's stappen. We gonna burn it all! I'm under fire from ground troops! Oké. Nice and simple. Another power. Ik ervaarde het zelf niet zo. We'll be starving Decimus of resources. Not to mention bolstering our own income. Secure as many. Maar niet dat het verschil ook zo groot is. Isabel. Alles lekker, Tom. Ga je nog een logo maken voor Iran of hoe zit het? The Master Chief saved us all. It's good to know John's still out there. Capturen en dan train the garrison of zo. Spartan Jerome here. Pak we hier nog wat Hellbringers erbij. Got a full tank and nozzles are hot. Kijk, where do you want us, son? Hellbringers here. Lekker, set to burn and blaze. Do lekker veilig spelen. The humans interfere with our power supply. Get down there and end them. Duty. Hellbringers. Waar moeten we heen? Hierheen. Gaan we daar makkelijkst te spelen? Deze kant. Rolling out. Hellbringers fueled up. Kunnen we hier er doorheen? Moving out. Jerome, your vehicles won't be able to get past that shield. You'll need to destroy its power supply with your ground troops. Doen we dat toch? Tangos, keep them peeled. Oh, shit. Hostile ground troops are trying their luck. Yes, sir. He's gone. Sir, let's get going. Yes, kill them. Kill them all. Maar ja, dan moeten we even kijken wat voor een race game we anders gaan spelen. Ik weet niet of hier andere mensen nog andere ideeën hebben. Want F1 gaan we niet doen, dat kan ik al wel vast zeggen. Want F1 die gaan we doen wanneer het seizoen begint. Dus het is even bekijken. Van hoe we ik denk dat we nog even wat manschappen hebben. Got a full tank and nozzles are hot. Soort van Daika, soort van. Alleen de beste game aller tijden natuurlijk, hè? De beste franchise aller tijden. Mario Kart, no thank you. Oh yeah, go time! No thank you. Warthog on the move! Dat is Weirdhoff, ja. Hij heeft nog steeds de Twitch naam niet aangepast. Het is
zo'n fucking weirdo dat hij gewoon niet zijn naam aanpast naar wat zo vet is. Everyone, take cover! Holy shit! We hebben meer mannen nodig. We hebben meer mannen nodig. Uh-oh. Nu komen we in problemen. Gaat het niet worden. Tering, hé. Garrison zit half gevuld. Dat is niet cool. Twee nieuwe Warthogs erbij. Oh, daar komen ze. It's a fine day for the barbecue. Terugtrekken. Get the turrets in there. I love the smell of burning rubber in the morning. Her base is under attack. Kijk, zo doen we dat. Drain on fucking forces dan maar. Wat vind je heerlijke? Oh, die R8. Ik vind die Ferrari, ondanks dat ik het een hele sikke auto vind, vind ik het niet een hele fijne. Auto om mee te rijden, want die achterkant is zo onstuimig, jongen. Oh, jezus. Another bad guy bites the dust. Hier gewoon die helmings blijven bouwen. Hog is humming and raring to go. Oké, we gaan nog een keer proberen. Er zijn al aardig wat troepen van hun deze kant opgelopen, dus ik hoop dat de tegenstand nu wat minder is. Je hebt Metro niet vermeld als AAA game, wat bedoel je? Waarom zou ik het over Metro moeten hebben? Moving out. Out of my way, coming through. Niet helemaal kut. They just better not make a mess in my grill. Jezus, wat duurt het lang voordat die troepen down zijn. Ik zeg toch hem! Yes sir! I'm coming for you! Oh, jezus. Echt een huge ass army gaan samenstellen. Dus wat moet je doen? All units out on the ground. We gaan naar die power supplies dus. Oké, cool. Eager to tear this place up, sir. Ready for a cookout, sir. On it. Units delivered and deployed. Over. Hellbringers fueled up. Maar je doet het toch best goed, Raimondo? De NSX is ook niet mijn auto, hoor. Dus ik ben tevreden met mijn keuze. I'll just put it on cruise control. Maar er zit wel een leercurve aan die McLaren die ik heb, hoor. 1 euro voor Game Pass, alleen als je hem voor de eerste keer afsluit is die 1 euro toch? Yo Diego, goeie avond. Was lekker jongen. On the move! Give us something to buy. Hellbringers reporting. Where do you want us, sir? Fueled up and ready to go. Need a building cleared out? Waarom kent je het niet deze niet? Go time! Moet je toch gewoon, ik wou net zeggen. Moet je toch gewoon bij in de buurt staan? Oh, voor Game Pass bedoel je, Curtin? Ja, er staan genoeg vette games voor Game Pass, helemaal niet zo dom lullen. Er staan echt meer dan zat vette games op Game Pass. On the move. Hellbringers fueled up. Ik ben in ieder geval zeer tevreden over die... op PC bedoel je, Diego? Dat heb ik ook, man. Not a location on enemy forces, sir. Ik dacht dat je bij kwalificatie altijd wel lekker deed, Raimondo. Dan ben ik nou gek. Ik heb nog steeds problemen met Game Pass op PC, hoor. Ik
kreeg Halo Reach kreeg ik niet geïnstalleerd via Game Pass. Die heb ik uiteindelijk via Steam gehaald. Maar Gears 5 wil ik ook nog steeds spelen hoor. Maar dit is ook nog een beta toch? Dat staat er toch ook bij. On my way. We hebben echt veel meer. Marines under fire from enemy ground troops. Kijk je terug! Zorg dat die gasten toch bij kunnen staan, man. Ze rennen er elke keer op af. She's ready to go, sir. Her base is under attack. Pelican leaving the DZ and returning to base. Enemy spotted. Gasten die springen erop af. Dat moeten ze niet doen, man. Gewoon laid back blijven. Laat ze maar komen. Goed dat ze springen erop, man. Als wilde hyena's. Fueled up and ready to go. Rolling out. Snel terug. Wacht tot die Hellbringers klaar zijn en dan gaan we met z'n allen. Waarom staat Balance of Performance niet aan? Daar hebben we voor gestemd op het begin. En dat wilden mensen niet. Zodat je keuze kon maken met auto's en de karakteristieken van die auto's ook gewaarborgd bleven. Zeg maar, als je een hele snelle auto kiest, zoals bijvoorbeeld de Ford GT. Wat echt een hele fucking snelle auto is. Maar ramp in bochten werken. Hij kan alleen maar letterlijk vooruit. Dan kan je dat compenseren. Met Balance of Performance valt dat een beetje weg. Daar was voor gestemd en ze hadden ook gekozen om niet Balance of Performance aan te zetten. Waar ik me wel in kon vinden. Dus, hebben jullie die Google Games Galaxy 2.0 launcher al gedownload? Ik heb dat net gedaan. Ik vind het best wel chill. Ik heb het nog niet uitvoerig kunnen checken. En ik weet ook niet waarom alleen mijn PlayStation vriendenlijst wordt weergegeven. Maar ik vind het best wel tof, man. Hellbringer crew ready. Hellbringer crew ready. Listen to that engine purr. Deze even cappen. Hellbringers revved and ready. Let's go. Warthog, on the move! Set to burn and blaze. Hellbringers moving out. Welke auto het snelste is op Monza? Ik denk de Ford GT of de... Get ready for a cookout, sir. It's ours. Het capturen dat werkt af en toe niet zo heel goed, zie je? Misschien zijn er in de tussentijd auto's bijgekomen hoor, dat weet ik niet. If we lose our supplies to the humans, I will see to it that everyone responsible is skinned. Crush them! We got hostiles. En de Beatles zijn een beestje, what the fuck? Ja, dat snap ik. Ik vond Tokyo vond ik echt een vette plek om te racen, jongens. Die vond ik echt heel dik. Tanks are cranked up to 11, sir. It's a fine day for the barbecue. Hellbringers report. Hoe kan dat met die Beetle dan? What the fuck hebben ze met die Beetle gedaan? I'm on it. Dat is toch te bizar voor woorden. Let's hustle.
full tank and nozzles are hot. Fueled up and ready to go. On the way. Loud and clear. Zie, hij is weer niet aan het capturen, zie je dat? Out of my way, coming through. Acknowledged. Hear that, sir. Affirmative. Waarom is dat? Is het omdat er te weinig mannen er zijn of? Give us something to burn. Read and understood. Got it, sir. They'll bring us. Where do you want us? Ah, hij zegt lijp snel man, Bacon. Mijn McLaren kan hem soms niet eens bijhouden. Zondag om 8 uur is de race in ieder geval, Bacon. The enemy sent vehicles after us. Over. Need some patching up, sir. Yes, sir. Capture team. Niet. Our base is under attack. Hellbringers reporting. Sir. If I get my hands on whoever's in there. Iemand die weet wat er hier aan de hand is. Got a full tank and nozzles are hot. I think my tank is leaking. Needs repairs. Are cranked up to 11, sir. Acknowledged. It's a fine day for a barbecue. On the way. Where do you want us, sir? Need a building cleared out? Got it, sir. Loud and clear. Ik wil hem gewoon niet capturen. Super irritant. Capturing the point. Is er nog even met deze? Weet je dat zeker in een snark? Need something char grilled. Stuur ik hun even erop af bijvoorbeeld. Position. Yes, sir. Ik dacht dat hij hem toch gewoon kon overnemen als er hier geen enemies meer waren. Why are you letting them take our power? Wipe that out! Deze wil hij gewoon niet. Need a building cleared out. Read and understood. On it. Anders gaan we gewoon de main dingen doen. Hè? Anders gaan we gewoon de main objective doen. Zeg trouwens dat je vegan bent, ja, vegetarisch. Ik zit ook te denken om minder vlees te eten, aangezien het ook kan helpen met energielevels. Ja, energielevels zijn bij mij echt door het dak. En ik slaap ook veel beter, maar moet ik zeggen, ik ben ook tegelijkertijd gestopt met bier drinken. Dus ja, dat zal natuurlijk ook een grote rol spelen. Ik voel me werkelijk fantastisch. Ik eet wel veel carbs. Het is veel aardappelen, veel rijst, eieren eet ik wel veel. Ik ben dus vegetarisch, niet veganist. Eieren eet ik veel. Groente van alles, spinazie, andijvie, boerenkool. Groente echt letterlijk van alles. Vleesvervangers doe ik niet echt aan. Dus ik vul me over het algemeen meer met de carbs en dan ik weet niet of dat iets helpt, maar even kijken. Ik voel me verder prima. En ik eet af en toe wel vis. Ik heb in de afgelopen paar dagen twee keer vis gehad. Mijn ontbijt is ook melk hoor.
Want, ik neem altijd Krusli met melk. Ik vind het heerlijk. Generator constructed. Kan ik niet meer mannetjes maken? Nee, hè? Nee. Waarom zou ik het nog doen dan? If I get my hands on whoever's in there, too slow for Nightflame, pal. Got a full tank. Ja, niet waarom deze zien blijft. Our base is under attack. We gaan nu zo aanvallen. I've got enemy vehicles on me. My hog is ready for the full tour, sir. Mijn hog too. I'm on it. Set to burn and blaze. Let's go. Trekken met z'n allen die kant op. Hellbringers fueled up. Ik snap je redenatie, Polish. Ik snap je redenatie. Anyone here a doctor? Copy that. On the way. Hebben we nog ergens een legertje staan? Nee, hè? Is dit het? Ik dacht dat het meer waren. Hellbringers hier. Oké, Hellbringers zijn er. Gaan we zo. Fueled up and ready to go. Excuse me, coming through. Prince Trigger, goeie avond man. Dat was lekker. On my way. Dit is de Red Alert Halo, zeker weten. We spelen ook tegen de rode troepen, het zijn dit keer alleen geen Russen. Oh, staan ze meteen, was ik al vergeten. My 4x4 is hungry. Dat is gewoon niet te doen. Ik ga denk ik vanaf de andere kant proberen aan te vallen, maar ik ben bang dat daar letterlijk dezelfde toren staat. Bouwen. Alles wat we zijn verloren. It's vehicle versus vehicle. I'm leaking fuel, sir. Getting jingles already. It's bullet time. De toren kan je dan weer niet slopen, hè? Alleen de mensen die erin zitten. Warthog under attack from ground troops. Wat heb je wel eens geprobeerd in Indonesië? Over. De reactie heb ik nog niet gezien dan, Tom. Even kijken. Fucking nice. Fucking nice. Halo's Revenge, ja. The Master Chief's Revenge. Dat ze alleen nog maar strijdgames hebben uitgebracht. I need fixing up. Nu moeten we deze cappen, man. Nu moeten we deze cappen. Where do you want us, sir? Deze cappen, laten we alsjeblieft deze cappen. On the way, sir. Let's get it prepped. Inside, on the double. She's pretty ding. Kut. Blijf maar hier, blijf maar hier, blijf maar hier. Troops, hostiles. Units delivered. Deployed.
vehicle. Kunnen we die niet meenemen, joh? Hellbringer crew ready. Al die garrisons mag man dat uitdrukken. Hele fucking leger weer is gebouwd. Hier gebeurt toch niks. Getting out of here. When are we going? Give us something to burn. Moving out. Oh, gewoon die kant op. Bring us here. Loud and clear. Eén keertje deze te cappen. Nog één keer. Kom op. Ja hoor. Wat is dit voor een gelul? Snap jij het nog? Hellbringers fueled up. Hellbringers, where do you want us? Atriox should not have let you escape at the human base. He may have thought it enough to toy with you, but I won't be so kind! I don't give a damn, bro. I'm not afraid of you! Deze garrison is vaak aan het aanvallen. Deze niet. Deze kan ook. I think my tank is leaking. Needs repairs. Deze kant op. Kom op, gewoon terug. Meer plekken. Need a building cleared out? Right away, sir. Moving out. Twee, en dan gaan we weer een gigantische offensive starten. Need something char grilled? Hellbringers, we're healed up and ready to go. Dood of de gladiolen gaan we voor. Time to go. Hellbringers moving out. Dat is niet echt strategie, hè? Dat is wel jammer. Cool. We zijn er met z'n allen. Got eyes on hostiles, leathernecks. Tanks are cracked up to 11. What I signed up for. Enemy attacking one of our Spartans. Ja, dit is dramatisch. De helft is alweer dood. We've lost an infantry unit. Over. We're gonna push back or what? Well, it's a fine day for a barbecue. Die gast die rammen af en toe in op je Hellbringers. Dat is niet normaal. Kom op, Hellbringers, laatste stukje. Moving out. We gaan weer de aanval inzetten, weer via dezelfde kant, want on the move. Die moeten nu toch wel redelijk verzwakt hebben. Let's hustle. Warthog on the move. Let's take it. Bezet het. We got hostile. Inside, on the double. Ja, lekker hoor. Gewoon hun tower cappen. They just better not make a mess of my grill. They've got hunters. Hellbringers, take them out before they can destroy our warthogs. Just clean the blood off! Where's in the... Oh, shit! 5x5. Got a full tank, and nozzles are I'm under fire from enemy vehicles! Thought you'd never ask. Doen, man.
by enemy vehicles. Pelican leaving the DZ and returning to base. Niet te doen. Is dat normal? Laten we dan maar daar weer even gaan uitvechten. Under fire from ground troops. Can we roast them? Ah, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. These guys. Maar je kan niet melk drinken en vegan zijn, Kurt. Dat bestaat niet. Want dan ben je namelijk geen vegan. Naast Hellbringers ook nog wat anders maken. Maar normale Marines trainen. Ik dacht dat we het letterlijk alleen Hellbringers konden maken. Yo, Koningstorm, goedenavond. Backseat is toegestaan hoor, ja, zeker weten. Een hele goede tosti. Ik hoop het tosti kaas toch? We zijn allemaal vegetarian in januari. Dan ben je vegetarisch, Kurt, en niet vegan. Dan ben je vegetarisch. Local units. Ah, kijk, dat is chill. Dankjewel, man. Local units. Thanks, Enesnak. Speel je deze game vaak of wist je dat gewoon toevallig? Hey Fippy. Ah, Formule, ook goede avond. Hey, zo, kijk. Ook niet vegetarisch? Wat is vegetarisch dan? Ja, je bent een vegetariër, maar je dieet is dan vegetarisch. Toch? Hoezo niet meer Prince Trigger? Wat is de reden daarvan? Ik ben wel benieuwd dan. Ik speel nooit RTS games, maar ik ben gewoon een grote Halo fan, dus dat is de reden eigenlijk dat ik deze game heb willen spelen. Verbaas me hoeveel tegenstand dit is, man. Dit is de tweede missie ofzo? What the fuck? Ja, het is een stuk milieuvriendelijker. En beter voor de bases. Moving out! Oké, maar ik denk ook niet dat ik volledig vegetarisch ga. On my way. Ik merk dat het best nice is. Ik merk dat ik er goed mee kan omgaan. We're up, Leathernecks. I ain't giving anyone a kickback. Excuse me, coming through. En ik ga dat ook houden op een bepaalde manier. Maar wanneer ik uit eten ga of whatever. Dan zal ik nog steeds wel eens een vleesje pakken. Maar het is wat meer bijzonder. Good to go. Music to my ears. Swing is in the thing. Get in and get comfy. Let's do this. Inside, on the double. Let's take it, Marines. All delivered to DZ. Over. Consider this your shore leave. Remember, your Marines are equipped with grenades. Use them to destroy that base. Got it, sir. Sound off, Marines. All units. My hog is ready for the full tour, sir. Woo-hoo! Red and understood. Except to burn and blaze. Move it or lose it. All units.
gotta be kidding me. Okay, I'm on. Jesus Christus. Wat een hoop infantry. Dat denk ik ook, Koningstorm, dat denk ik ook, ja, zeker. Waar gezin meer in heb, Curtin. Iets bewuster omgaan met je vleesconsumptie, Let's dat hustle. Heel goed is. On the move. Moeten we die ook cappen of? Ready for orders, sir. I've seen a sponge put up more resistance. Got it. Marines. Come on and meet my grill. Marines, ready to serve. Come on, Marines. We won't even break a sweat. Marines, ready to serve. Dat mag allemaal, Brandmetel. Dat mag allemaal. Ik prefereer tegenwoordig wiet boven biertjes. Maar ik merk al, ik kan niet streamen wanneer ik stoned ben. Dat zeg ik niet. Ik weet niet of jullie het door hadden, maar toen ik Knights of the Old Republic aan het streamen was. Dat is hier gisteren of zo. Nee, zaterdag. Maar toen was ik gestoond als een kanaal, maar ik, ja, die strijd. Give us something to burn. Hostile spotted. I'm guessing that's destiny. What? He looks bigger than the last time I saw him. Wow, je hebt gewoon een bos? Burn and run. Laten we deze kant op lokken dan. Shit, hij trekt gewoon. Laten we hem hier tussenin. Nerd. Lokken we hem gewoon hier naartoe. Jesus. Eyes on me, Marines. Take it, squad. Look alive, Marines. Let's get going. Pelican leaving the Warthog ready to rock. Base. Warthog on the move. We've damaged his armor. Don't let up. Ja, het ligt er ook aan wat voor wiet je dan hebt natuurlijk, of je ook super focus bent. Door een blessure en minder bier drinken moet ik zeggen dat het eigenlijk helemaal niet mis. Maar wat was dan de reden dat je minder bier ging drinken dan met de blessure? Want ik zie die link zie ik nog niet zo heel erg, maar... Ik wou zeggen, meestal ga je door een blessure bier drinken. Ja toch, Sean? Sponsjes hoor. Ah, oké. Okay. Je drinkt nooit thuis en door mijn knie ga ik nog weinig over. Ik denk dat thuis niet meer ga drinken. Als ik uit ben, feestjes of een vrij Mibo wel, maar thuis niet. En er is wiet waardoor je meteen in slaap valt, maar er zijn genoeg wiet die dat echt helemaal niet zijn. Er zijn wiet soorten waarbij je juist meer energie krijgt. Ik ben zelf vooral een groot fan van Kush. Kush is mijn jam. Just give me an order, sir. Marines! Switch your boots for slippers, Marines! Sir, my troops are ready to go!
Not good. Real sandwich on the way. Marines ready to serve. Get ready, jarheads. All units. Let's do it. Marines. Zijn die boss battles altijd zo lang, hè? Hezje. Voor mij is het, ik had laatst, ik had het nog echt zwaar over, ik had White Widow gehad omdat een vriendin van mij dat echt te veel smoke had, maar ik heb het ook gehad en White Widow dat deed echt helemaal niks van mij, dat merkte ik. Ik heb het hier nog liggen, maar het gewoon weg. Niet mijn ding, zeg maar. Sir, frag him. Stand to, troops. Marines are ready to go. Shipmaster, keep firing. Incinerate them. Meestal zin van cannabis. Zin waarin? One last push. Consider them gone. Marines under fire from the ground. Another beam. Open. That's by my belt. Watch out, you've got incoming. Dankjewel, Koningstorm. Ik vond het ook leuk om aan te schrijven. Ik ga dat misschien wel vaker doen. Now he's bombing his own base? Monster. Killing his own as casually as he kills us. Decimus must be trying to hide something. Search what's left. Ik krijg vooral zin in Death Stranding wanneer ik Storm ben. Death Stranding is echt de game van Captain. Uploading now. Isabel, can you decrypt this for us? Oh, this isn't good. I'm only recovering bits and pieces of data, but it all points to a cartographer. Cartographer? Who's that? Not who, what. I'll debrief you when you're back on the ship. The silent cartographer. Take a lot of explaining. Zware bronzen scoren, dat snap ik wel. You fought with honor and courage. A well-earned victory. Ik ben half pissed, jongens. Momentje, ik ben zo terug. The intelligence we captured at Decimus's base indicates the Banished are using something called the Cartographer. What can you tell us, Isabel? The Cartographer is a map of everything on the Ark. That means Atriox could use it to locate key systems and weapons on this installation. Isabel and I have been going over the data from Decimus's base, and we found a way into the Cartographer. But it's not going to be easy. The Cartographer's defenses make it almost impenetrable. The only way up to it is by a Forerunner elevator. If you can get access to the local Forerunner control towers, I can take control of the elevator and take us up. It's our only chance of getting inside. We'll have to take it.
We need to hit the Banished again before they find out what we discovered at their base. Get to the cartographer and find out what Atriox is planning. Be careful. The Banished may still have traffic moving along the route. The Force is strong in this one. Listen up, team. You've all been chosen for this mission. Hey, ik wou wel even nog Prince Vega bedanken, inderdaad, voor de sub. Want ik denk niet dat je hem geshared hebt staan. Ik denk niet dat je aan hebt staan dat je je sub shared, want hij is bij mij ook niet binnengekomen. Maar ik zie naast je naam ook een sub badge, dus bedankt daarvoor. Dat waardeer ik echt enorm, Prince Vega. En Jordi Blanke, dankjewel voor die follow en goeie avond, welkom. It's a trap! Caddy Ozen, hostmenu voor 21 kijkers. Caddy, dankjewel. Ja, ik ben terug, ja, ik was vergeten. Kijk, die mic doe ik natuurlijk weg als ik ga pissen. Het is niet te bedoelen dat jullie dat gaan horen. Ik mijn handen niet was bijvoorbeeld. Yo Q, goeie avond man, dat was lekker. Smart, moving out. Get it going. Okay, what must I now do? Move it out. Spirit of Fire. We found destroyed, banished mining equipment. Do we have another team down here? Negative. The Force will be with you. Always. Be careful. Gaan we nog op trainingskamp? Ik heb de perfecte locatie mogelijk. Bam! Daar is hij hoor, Q. Met de 13 maanden sub. Gaan we nog op trainingskamp? Ik heb de perfecte locatie. Ik ook, Texel. We gaan naar Texel. De accommodaties daar schijnen echt fucking sick te zijn. Nou, man. Maar dankjewel voor je respect. En daar is hij, kijk! Prince Trigger! Yes. Eindelijk, hij komt door. De sub. 2 maandjes. Dankjewel, jongen. En onze Andreas Beppi is ook in de house. Ah, het is gezellig, man. Voor mij gaat alles lekker, Andreas. Hoe is het met jou, jongen? Moving out. Tesla's the shit, yo. Isabel, have you seen anything like this before? It's a massacre. Anyone that could do this to the Banished isn't someone we want to run into. Make my way. Agreed. Is that the Banished? We still have a job to do. What, what's it? Ze zijn niet rood. Nog steeds geen nieuwe mic, nee man. On the way. Want, zo snel gaat dat helaas niet. Ik heb een nieuwe MacBook gekocht. Moving to position. Voor mijn werk. Dus, got some creeps over here. Wat rustig aan doen. Banished vehicles. Send in our Cyclops. Ah, hartstikke bedankt, Prince Trigger. Oh, you're picking on the wrong guy. You got it. I'll see if I can find a way around to get that light bridge back online. This won't take long. You got it. Vet. Looking forward to taking on the enemy. We nog een Spartan? Nee, dat was de enige Spartan. On the way. Is dat weer Jerome? Make my way. Sick, Jerome. On the move. Jerome is a fucking boss. Getting going. I'm there. Ik heb het nodig, man. Spartan, moving out. On my way. Ik ben nu ook voor mezelf begonnen. Take it. En daardoor werk ik veel uren in de week, ook voor mezelf. Alleen daar heb ik echt een laptop nodig, dus daarom heb ik hem gekocht. Enemy spotted. I'm under fire. Over. Ik moet gewoon overal kunnen photoshoppen. Ik moet overal Excel sheets kunnen benaderen en geen gezeik. Spartan Jerome hier. Uurtje factuurtje inderdaad, ja. Your bones will make fine ornaments!
Oef! Dat had ik niet moeten doen. Not exactly a hard target, sir. Cyclops under fire from enemy ground troops. All units. I'm there, sir. What the fuck is hier allemaal gaande? It'll be a walk in the park. Hostile structure deconstructed. Ik heb altijd digitale marketing gedaan bij allerlei bedrijven. En digitale marketing is eigenlijk ook een beetje waar mijn hart ligt. En, dat wist ik gewoon heel erg. En eerlijk is eerlijk, ik kon het ook wel gebruiken om wat meer te gaan verdienen. En dat kan niet bij GameKings, jullie snappen allemaal wel waarom. En dus heb ik daarvoor gekozen en het is echt een passie van me, dus ik ben blij dat ik mijn ei daar weer in kwijt kan. En ik wilde niet weg bij GameKings. Ik wilde eigenlijk bij GameKings blijven, maar toch een oplossing zoeken hoe ik toch nog steeds marketing kan doen. En nog steeds wat iets meer kan gaan verdienen. I've marked a location for a base drop just ahead. Isabel? Update the professor with any. We're dropping in a base now. Maar dat was voornamelijk. Ik wilde gewoon bij GameKings blijven. The only way to access the cartographer. Ja, het gaat voor ons nog lekker. En ik heb volgende week een belangrijke meeting die dat zou echt heel veel schot in de zaak helpen. I'm marking them on your map now. Ik ben er heel blij mee. Capturing these towers will get me access to the. Ja, online marketing. Love that shit, man. Klinkt misschien te saai voor woorden, maar ik hou ervan. So fight hard to keep control of them. You're going to need a bigger army to capture those towers, Spartan. No worries, man. Get you. Supply pad. You should also request an air pad so you can start building air units. We already know the Banished have Wraith tanks in the area, so you'll need air units to effectively counter them. Keep in mind that air units are vulnerable to ranged infantry, so make sure you're using the right unit for the right job. Captain, we're detecting enemy units moving on Jerome's position. Get some Hornets out there to counter those Wraiths. Maar dat was het belangrijkste. Weet je, ik hou van GameKings. Ik hou van mijn collega's. Het is echt een hechte vriendengroep. Kleine vriendengroep, maar een hechte vriendengroep. Here they come. Die zou ik nooit. Die zou ik niet. Ik zeg niet nooit, maar die zou ik niet aan. Je moet altijd doen wat je leuk vindt. Ja, nou precies. Ja, maar ik vind bij GameKings werken heel erg leuk. Dus daar zou ik niet mee willen stoppen. Maar misschien wel iets minder. Dat kan. Ik zou zeker niet willen stoppen. Ja, en op deze manier kan ik het combineren. En dat is het meest ideale. Dus beter dan dat kan niet voor mij. We worden echt gelijk al heavy. Turret constructed. Hostiles incoming from the north. Come on, sir. Jesus. Destroyed one of our buildings. Sir, yes, sir. Don't know how much of a shelling this thing can take. Barracks constructed. Looks like that was the last drop for now, but they'll be back. Remember, you can build Hornets at your air pad to replace any you've lost. Now start pushing out to capture those control towers while the enemy is regrouping. I hear you. Understood, sir. Let's take those towers, troops. Sowieso wat dingen gaan bouwen. Base is under attack. Generator constructed. Smaak geen geintjes. Jongens, als je van je hobby je werk maakt, hoef je nooit meer te werken. Precies dat. Ik heb het als prostituee geprobeerd, helaas geen kwartje verdiend. Lekker man. Die Marvelous ligt al in bed. Lig je naast je vrouwtje gewoon Twitch te kijken? Ik heb het te doen met je vrouwtje, man. Ik heb het echt te doen met je vrouwtje. Vehicles kunnen we maken. Ah, lekker.
Doe dan maar de groeten. Zeg maar, volgende week. Je moet ook zin in Dragon Ball? Volgens mij hebben misschien mag ik daar niks over zeggen. Maar ja, lichtelijk zin in Dragon Ball. Ik heb hem nog niet kunnen spelen, dus ik ben wel benieuwd. I'm being hit by enemy vehicles. Over. De drone moet hier denk ik gewoon uit zo, want dat gaat niet goed komen. Hier kunnen we ook turrets bouwen, is dat het? Nou, laten we zo eerst C proberen te cappen, maar we hebben echt manschappen nodig. I've got enemy vehicles on me, over. Zo, blijft dat extra nodig. Yo, netwerkkabel. Ja, ik weet niet, ik heb er echt nog veel te weinig van gezien. Maar het is toch gewoon weer de campaign mode helemaal van het begin af aan. Hip-hop. Luister ik een meeste keer. Hip-hop. Supply pad constructed. I'm under fire from enemy vehicles. Moving to location. Zie je ons nu aan beter? Ja, dan raak ik het wel op. Ornate is out of here. Laat hem dan maar. Supply pad upgrade complete. Recycle zeker niet. Voor mij is het een moeilijke game, man. Nieuwe Mac Miller? Nieuwe Mac Miller? Nee, omdat ik gewoon een hele fan ben netwerkkabel. En ik had deze nog op mijn PC staan. Ik heb hem gewoon nog gekocht ooit. Maar nooit gespeeld. En ik had zoiets van, wacht, laten we hem nu gewoon gaan spelen. Te weinig supplies. Supply pad upgrade complete. Kijk, dat is wel beter. John Bryan heeft zijn album afgemaakt. Oh, wat? Geen idee. Oh, dan ga ik wel even luisteren dan. Ben wel benieuwd. Is het wat of is het gewoon echt van, het is gewoon weer cash op iemand zijn dood en dan maar uitbrengen. Stond het toch al. Als lekker beest. Toegevoegd, thanks man. Ik ga het checken, Kevin. All units.
units. We gaan nu gewoon met z'n allen deze kant op rammen. Double time! This must be where they're manufacturing their race. I don't think that's their only facility. I'm detecting several similar structures in the area. Sabotaging those buildings will slow the enemy's ability to produce wraiths. It could give us the edge we need. Deze moeten we cappen. Laten we dat vooral doen. One of the control towers. Capture and hold it so I can start working on the elevator. Remember, each tower you hold will increase the speed that I can take control. Under assault, enemy ground forces. Deze zijn we aan het cappen. Hem ook terugpakken? We've taken one of the control towers. Let's make sure it stays ours while we take the others. Ik sta bekend om mijn creativiteit, jongens. Jezus. I'm there, sir. Jerome, Isabel's brought the Spirit of Fire's defense capabilities online. Daarna gaan we naar C. En dan gaan we op het einde B pakken. Denk ik. Generator constructed. Echt heel goed. Jerome, I'm starting to make progress in the elevator. Ik heb het nog over de super. But if you capture the other control towers, I'd be able to work faster. Ik wil niet omdat er geen loot is op, maar... 092, moving out. On the run. Marines, ready moving to out. 092, moving out. Warning under fire from enemy ground troops. Kill confirmed. Double time. Moving. I'm under it attack from ground troops. Go work. Yes, sir. I'll cut through them in no time. Maybe we should give up. We've destroyed an enemy structure. The enemy has captured Control Tower B. Oh shit! Ze kippen hem ook gewoon. That's another foundry out of action. Moeten wij heel snel C pakken. Daarna gewoon doorstoten naar B ofzo? Warning, under assault from enemy ground forces. Got eyes on hostiles, better next. Marines, under assault from enemy ground forces. Warning, better game, sir. Marines! That point is priority one. Tower C. Marines, good is there. Gewoon doorlopen, doorlopen. On the double. All units. I want that point ASAP. Hostiles. Our base is under attack.
hier tegenkomen. Marines under fire from enemy ground troops. Als we deze hebben, kan ze aanvallen, toch? Turret constructed. Laughing out loud. We've lost control tower C. We're under attack from ground troops. Got a mission for me, sir. Easily done. The enemy has captured control tower C. Capture the flag and then pak je punten. Domination. Appeltje, eitje. Nothing like a little target practice. I'll put you down, sir. We've taken out an enemy structure. Yes, that was the last one. That'll put a serious dent in their Wraith production. Marines ready to serve. Sure, why not? Deze units bouwen. Mini base complete. Mini base. Dat is wel weer chill. We planten gewoon even twee turrets.
Marines are ready to go. We're in bad shape, over. Looking forward to taking on the cut. Moving to position. It'll be a walk in the park. Marines! Marines reporting. Hey Sammy, goedenavond jongen. Alles lekker. Sound off, Marines. All units. Alle units. Moving out. We moeten er nog een green station. All units. On my way. Ziet er goed uit, toch? Moving to position. Heads up. Oh shit. Nog meer enemies. We're under attack from ground troops. Our base is under attack. Another bad guy bites the dust. That's good. Good work, team. We've got a clear route to the cartographer now, and you hurt the banished Wraith production at the same time. Feels good to have another win, sir. Nee, dat vind ik ook altijd jammer. Ik speelde altijd RTS games op twee computers in een LAN-netwerk. En dat was het ook altijd, oké jongens. De eerste half uur mag je elkaar niet aanvallen. Alleen maar basis bouwen, alleen maar units bouwen. En pas na 30 minuten mag je gaan aanvallen. Mission complete, a new enemy. Captain Cutter prepares to take the fight to the banished by attacking Atriox's field commander Decimus. Mission pack, for the first time completion you have earned a special Blitz card pack. Enjoy, it can be opened later from Blitz main menu. Ja, is goed Tom, is goed. Geen enkel probleem. Graag zelfs. Wat moet je met die domme kaartjes dan? Start log. Senior Chief Petty Officer Alice 130. I managed to make it out of the outpost, and I've been tracking an enemy convoy to one of their compounds. They took some of our troops prisoner back there, and I'm not gonna leave them behind. Kom dan met een linkkabel? Ik heb Red Alert wel eens gehad op PlayStation. And I should be able to use it to send an encrypted message to the captain. Met een linkkabel komt. I don't think they're expecting trouble. Time for me to give them. Een leien dakje gaat het niet, Sammy, maar het gaat prima. We mogen niet klagen. Enemy spotted. Look sharp. Jongens, en deze missie bewaren we voor een volgende keer. Want ik ga mijn bedje opzoeken. Het is al vrij laat. En ik wil wel één keer die Spartan Slam zien. Ja. Always nice to have a rest. Whoa! The cavalry's here! Ja, die Spartans zijn wel baas hoor. Hey, maar jongens, ik ga mijn bedje opzoeken. Ik hou van jullie. Bedankt voor het kijken. Ik vond het weer reet gezellig. En dit keer was het hele Wars 2. Ik heb deze game al meer dan een jaar, denk ik. Nog nooit aangeraakt. Nu voor de eerste even mogen bevingeren. Ik moet zeggen, het bevalt me best wel. Ik ben wel meer een skirmish player. Dat merk ik wel. Die campaign mode die forceert je toch te veel om één bepaald ding te doen. En ik hou wat meer van vrijheid in skirmishes, maar dat kunnen we de volgende keer wel doen. En weet of laten we zeker een keertje Red Alert doen. Daar ben ik helemaal down voor. Die kan je gewoon gratis downloaden volgens mij met Origin.
Dan gaan we dat gewoon doen. Ja, zal ik doen, Kevin. Ik ben benieuwd. Ik ga morgenochtend luisteren. Als ik in de trein zit van Arnhem naar Amsterdam. Jongens, ik wens jullie een hele fijne avond. Slaap lekker. En ik check jullie donderdag weer. Peace.